Hallo lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Om wat minder met de boel te moeten gaan slepen voor mijn camera en doos, probeer ik ook af en toe maar hier achter de computer maar even een filmpje te maken voor jullie. Ik ga het nu hebben over mijn suikerziekte. Ik heb, hoe heet het, mijn suikerziekte is ontdekt. Door een huisarts toen ik in Zwolle woonde in 2007. Toen ik een keertje liep bloed prikken, kwam eruit dat ik 6,4 had. En dat vond die huisarts gewoon schijnbaar erg aan de hoge kant. Waarom weet ik niet. Dus bloed prikken, urine in moeten laten leven. Nou, bij de urine was gelukkig niks mis. En toen moest ik weer op consult bij hem terugkomen voor de uitslag. Ook heeft deze huisarts aan mij gevraagd of ik veel chips eet. En toen vertelde ik dus, ja, ik ga ieder weekend op zondag zwemmen. Dat deed ik daar ook in Zwolle. En dat ik uit het zwembad kwam. Nou, de ene keer had ik wel zin in een boterhammetje met kaas of vleeswaren. Maar heel vaak nam ik ook wel een of twee kleine zakjes chips. Dat moest kunnen, vond ik daarna, als ik daar trek in had. Nou, schijnbaar heb ik heel veel chips gegeten en zij concludeerde, deze huisarts dus uit Zwolle, dat ik daardoor de suikerziekte had opgelopen. Daarna moest ik van hem op dieet, want ik moest af gaan vallen. Waarschijnlijk, dat deed je natuurlijk al goed door te gaan zwemmen, om te gaan sporten. En ik moest natuurlijk uiteraard proberen om de chips helemaal achterwege te laten. Nou, dat vond ik moeilijk, want ik ik kon vroeger wel een halve zak chips op en de laatste tijd is dat meestal één of twee zakjes chips. Maar ja, goed, dat vond ik toch niet erg veel. Hij vond het wel te veel voor me en ik mocht het dus niet meer doen. Nou, toen ben ik, na Zwolle ben ik uiteindelijk weer in Helmond beland. Want ik heb daarvoor dus in Zwolle gewoond. En toen ik hier in Helmond kwam, toen heeft de huisarts me schijnbaar ook meteen onder controle weer gehouden met mijn suiker, omdat ik dat daar had opgelopen in Zwolle. En nou, ik ben meteen naar een diëtiste gestuurd. Nou, dan kom je daar voor de eerste keer met zo'n verwijsbriefje naar de diëtiste. En die begint je te meten. Toen kon ik nog een beetje staan, dus dat ging nog net. En ik moest me wegen. Nou, toen bleek ik 88,7 kilo te wegen. Nou, dat vond ik voor mijn 1,61, wat ik lang nu nog ben, wel erg veel. Dus zijn we beginnen om een schemaatje, zij een schemaatje voor me aangelegd. Met wat ik wel en niet allemaal mocht eten. Ik mocht wel, zeg maar, Optimal hebben dan. Maar dan geen melk meer. En dan wel mocht ik natuurlijk wel yoghurt en kwark blijven eten. Als het allemaal maar mager was. Magere vleeswaren. 30 plus kaas. Nou, ik vind het net een hap leer. Maar goed, moet dan maar. Ik vind het ook niet echt de geweldigste kaas die er bestaat. Nou, en uiteindelijk zeg maar ben ik dus in een dikke 2 jaar tijd. Ben ik zo'n afgevallen naar zeg maar de 68 kilo. Dus zeg maar bijna 20 kilo, bijna 21 kilo eraf. En nou, nu door mijn morfine werd het weer te hoog. Want ik kreeg nu weer toch weer te veel morfine weer binnen. En ja, dat heeft me schijnbaar ook heel erg lang mijn vocht misschien vast laten houden of andere dingen. En sinds het weekend had ik een positief puntje. Eindelijk, ik was weer naar de 68 kilo en 3 ons. Hé, hoi, ik heb het weer bereikt, dacht ik toen weer. Hè? Dus ik hoop dat het nu in het vervolg er nog een beetje afgaat. Ik wil weer naar, mijn streven is weer om naar de 67, 7 te gaan. Als het lukken wil. Mocht het niet lukken, dan blijf ik maar op de 68 staan. Vind ik ook nog niet zo erg. Maar er moet gewoon niet veel meer bij komen. Nou, als het goed is, heb ik jullie dus nu ik heb nu bijna al, zeg maar, vanaf dus 2007 tot nu 16. Ik heb dus nu al, ja, zeg maar 7 jaar bijna al, 6, 7 jaar heb ik al suikerziekte. Daar leef ik nou mee en mijn cholesterol is ook iets te hoog. Maar goed, ik moet iedere 3 maanden bloed prikken. En dan moet ik daarna weer naar de huisarts om weer terug te komen voor de uitslag. Nou,
Dit wilde ik even jullie laten meedelen, of heb ik jullie laten weten hoe het gaat met mijn suikerziekte momenteel. Het is nu weer vrij rustig, want de laatste keer was het 6,5 en dat is niet hoog, vinden ze hier in Helmond bij de huisartsen. Dus ja, er zit weer een goed streven in om weer zo door te gaan. Nou, ik hoop dat jullie hier weer ook van genoten hebben van dit filmpje. En tot de volgende keer maar weer. Dag, lieve YouTubers.